Dames en heren, dit is een kleine geschiedenisles. Wie herinnert zich dit nog? Van wat handen? 420.000 Nederlanders gingen in 1981 de straat op om te demonstreren voor Paarse Vrijdag op basisscholen. Om het woord moeder uit de wet te halen en voor hormoonblokkers voor jonge kinderen. Oh nee. Dat is niet zo gegaan. Herinnert u zich nog de verkiezingscampagne van de PvdA? In 1972 was het een grootste partij met de slogan 2 miljoen immigranten voor Nederland. Dat is eigenlijk ook niet gebeurd. En toch zijn al deze fenomenen wel het resultaat geweest van wat er de afgelopen decennia zich heeft voltrokken. En een van de dingen die wij misschien te veel onderschatten in onze politieke kringen. Is dat niet alleen het parlement en niet alleen demonstraties en dat soort dingen uiteindelijk een sociaal-cultureel effect hebben, maar ook het grote bedrijfsleven. Grote bedrijven zijn voor een heel groot deel verantwoordelijk geweest in de afgelopen decennia voor de sociale verandering die heeft plaatsgevonden. De radicale sociale verandering die ons is opgedrongen. In Nederland hebben we de effecten ook gezien. Zoals bijvoorbeeld de HEMA. Het eerste bedrijf dat stopte met het aanbieden van producten van Zwarte Piet. Er is geen wet aan te pas gekomen om dit culturele fenomeen af te schaffen. Er is niet één, er zijn geen debatten over geweest in die tijd. Het is gewoon op economische manier afgeschaft. Je kon gewoon simpelweg geen spullen meer kopen die, daar, die daarbij horen. Ouders konden gewoon dit feest niet meer vieren. Dit is een voorbeeld. In Amerika, een paar jaar geleden, startte Gillette, dat is een. Merk dat uh, scheermessen verkoopt aan mannen. Een anti-mannencampagne. Heel merkwaardig. Waarom zou een bedrijf dit doen? Zeker gezien het feit dat ze daar 350 miljoen dollar bij hebben verloren. En dat is het ook. Deze bedrijven zijn ideologisch gemotiveerd. Ze zijn niet bezig met geld verdienen. Ze zijn bezig met het veroorzaken van sociale verandering. Ander voorbeeld. Het afgelopen jaar heeft Disney alleen maar woke films gemaakt. Blanke personages werden vervangen door zwarte personages, hetero personages werden vervangen door LGBT personages. En het resultaat is dat zij daar 1 miljard dollar mee verloren. En toch gaan ze... Ja, dat is heel goed. <laughs> maar het is aan de ene kant heel mooi, hè? dus aan de ene kant zegt de kijker, wij willen dit niet. Maar aan de andere kant zijn deze bedrijven zo gemotiveerd om dit te doen. dat ze bereid zijn dit soort verliezen te leiden. voor hun ideologische missie. Hema, is echt een verschrikkelijk bedrijf trouwens. Je moet nooit meer naar de Hema gaan. Maar die, is, die heeft ook een campagne gedaan. voor. <laughs> uh, toch hebben ze wel handige dingen. Het is een beetje het, het moeilijke. Ja, ik ga er ook wel eens heen. Maar je moet het eigenlijk niet doen. Ze hebben een campagne gedaan met een kerstspecial. Uh, om regenbooggezinnen te promoten En dat is dus dat je meerdere ouders hebt en weet ik veel wat allemaal. Dus dit bedrijf is daar ontzettend druk mee. En deze zullen we natuurlijk ook nooit vergeten. Nooit vergeten. En dit zijn maar dit is een klein aantal voorbeelden. Je kunt, deze lijst is in principe eindeloos. Zo heeft bijvoorbeeld Always, die maken een maandverband. Hebben dan het vrouwtje eraf gehaald van de verpakking, want iedereen kan menstrueren. Nou. En ja, je kunt er echt oneindig hiermee doorgaan. Maar het is schimmiger, want grote bedrijven en vaak ook internationale bedrijven, die zijn bezig om onze cultuur te veranderen. BlackRock, u allen bekend, is een grote investeringsmaatschappij, de grootste ter wereld. Zij hebben een speciale ETF, dat is een investeringsfonds, opgericht... Waarbij zij alleen nog investeren in de honderd bedrijven ter wereld die het meeste doen aan diversiteit en sustainability, klimaatverandering. En zij dreigen dus bij uh, boards waar zij komen, als die niet genoeg meedoen met dit allemaal, de diversiteit, dat woke gebeuren, om de investeringen in te trekken. En BlackRock specifiek natuurlijk is een bedrijf wat haar tentakels overal heeft zitten. Van alle grote bedrijven op aarde, die uiteindelijk weer de baas zijn van alle merken die wij in de winkels zien, daar hebben zij tussen de 5 en de 10 procent aandeel van. En ze zijn een ontzettend belangrijke investeerder die ervoor zorgt dat die bedrijven dus allemaal hierin meegaan. Een ander grappig voorbeeld. In Amerika vorig jaar ging het Amerikaanse biermerk, Budweiser. Dat is helemaal niet heel lekker, maar goed, die Amerikanen die drinken dat. En uh, dat is daar heel populair. En die hebben een transgender ingehuurd om een campagne voor hen te doen. En dat heeft geleid tot een enorme boycott. Want je kan je natuurlijk afvragen... Hè, dus mensen zitten hier niet op te wachten, dat al die bedrijven het doen. Maar heeft het ook effect als we dan zeggen... oké, okay, we komen niet meer in je winkel. Nou, in dit geval had het zeker effect. Dus Amerikanen besloten om niet meer Budweiser te kopen. En dat zorgde voor een crash op de beurs van 20%. Dat is een enorme, enorm verschil... Daar mag je best voor klappen. Maar helaas is de realiteit ook dat we nu een jaar later zijn. En is het aandeel gewoon weer terug naar boven. En dat is waarom het zo belangrijk is ons ook economisch te gaan organiseren. Want aan de ene kant zijn we er allemaal tegen. Aan de ene kant zien we allemaal de effecten van wat er gebeurt als deze bedrijven dit doen. We zijn allemaal tegen, we willen hun producten niet kopen, dat doen we dan een paar weken. Maar vervolgens heb je toch weer een scheermes nodig. En dan ga je weer naar filet. Zo is het natuurlijk ook met de boerendemonstraties. Ze stonden allemaal op het Malieveld, dagen, weken, demonstreren, snelwegen afsluiten. Maar dezelfde mensen die daar staan te demonstreren, die gaan s'avonds naar de Albert Heijn. En dan kopen ze weer gehakt uit Polen. En sterker nog, de boeren die daar staan te demonstreren, die moeten de volgende week weer leveren aan diezelfde bedrijven die bezig zijn met hun afschaffing, hun onteigening. En daarom zitten wij niet alleen in de politiek... Maar zijn we ook als maatschappelijk netwerk georganiseerd? Want wij zien het belang van het feit dat wij ons economisch moeten organiseren. We moeten weerstand bieden aan deze bedrijven. Want alleen dan, als wij samen met elkaar een vuist maken hiertegen, ook op economisch niveau, dan kunnen wij één, ons eraan onttrekken. En twee, gaan zij hopelijk eindelijk een keer luisteren en gaat die, die pijl, op die beurs, die gaat alleen nog maar verder naar beneden in plaats van weer terug omhoog. En daarom hebben wij dus ook. Revolutionair, er bestaat echt nergens anders in de wereld. De Forum-app ontwikkeld. En in de Forum-app zitten inmiddels meer dan 2000 FVD-ondernemers. In heel Nederland, inmiddels ook verspreid over Europa en in de wereld. Overal ondernemers zitten superleuk om te zien. Wie heeft de app al gedownload? Wie heeft de app nog niet gedownload? Dat nou, valt best wel mee, maar jullie moeten dat straks even allemaal doen. Want dit is ontzettend belangrijk en dit is echt revolutionair. Er is geen andere partij ter wereld die dit doet. En op deze manier kunnen wij kopen bij elkaar, we kunnen verkopen aan elkaar. Ik heb mijn badkamer moesten renoveren. Dus ik heb dit type badkamer. Nou, fantastisch, goede aannemer gevonden, heeft gewoon mijn badkamer gerenoveerd. En ik krijg voorrang, want ja, we zijn toch allemaal FD'ers en we helpen elkaar allemaal een beetje. Dit is een manier om met elkaar gewoon het dagelijks leven vorm te geven. We hebben ook natuurlijk een uitgeverij opgericht: Amsterdam Books. Omdat steeds meer van deze bedrijven, bijvoorbeeld Bol.com in Nederland, maar ook Amazon internationaal, boeken verbieden om te verkopen. Het is niet per wet verboden. Je mag alle boeken in principe gewoon verkopen. Maar dan komt er gewoon het grootste bedrijf, de enige boekhandel, zeg nog maar, in Nederland, die zegt ja, wij hebben hem niet. En daar sta je dan. Wat ga je dan doen? Dus daarom hebben wij gezegd, we gaan zelf boeken publiceren die niet eens meer gedrukt worden, en boeken verkopen die nu verboden worden in dat soort winkels. JVD heeft een fantastisch initiatief. Met name door Massimo, die zit hier vooraan. De Dissident, dat is een glossy magazine. Is die vandaag beschikbaar? Ja, zeker. Is vandaag beschikbaar bij de JVD-stand? Ja, bij de JVD-stand. Superleuk. Interviews met mensen vanuit heel de wereld, maar ook uit Nederland natuurlijk. Uh, die niet geïnterviewd worden door de Linda. Die worden niet geïnterviewd door, uh, door de Elsevier. Weet je wel? Dus die mensen die willen wij een platform geven. Die mensen willen wij een stem geven. Die mensen willen wij zichtbaar maken. En natuurlijk is er nog een heel ander... Deel waar, een ander deel van onze cultuur waar een enorme aanval op wordt ondernomen, en dat is onze voeding. Natuurlijk is het op politiek gebied zo dat de boeren worden op politiek gebied aangevallen, maar er is ook weer een culturele strijd gaande. Zoals de Jumbo een paar weken geleden heeft aangekondigd te stoppen met het aanbieden van vleesaanbiedingen. Dat is een eerste stap natuurlijk. En de volgende stap is uiteindelijk dat ze het vlees uit de schappen gaan halen. Dan kun je niet eens meer krijgen. Een grappig voorbeeld is McDonald's. Een bedrijf dat ongeveer groot is geworden met het verkopen van vlees. Die heeft een nieuwe CEO in Nederland. En haar missie is het om iedereen vegetariër te maken. Dermate trouwens, ze hebben toen een macroket afgeschaft. Hè? Die mocht je alleen maar vegetarisch krijgen. En sterker nog, ze hebben ze zelfs stiekem verwisseld. Dan ging je naar de McDonald's, dan dacht je dat je gewoon een macroket kreeg. En je kreeg een vegetarische variant. Heel, heel pervers. Ook wel een boycott tegengekomen. En heeft gewerkt. Macroket is terug. Want wat hebben ze gedaan? Het is nu 5 euro. Dus zo gaan ze het natuurlijk doen, hè. met prijsprikkels, het ding was vroeger een euro, met prijsprikkels hopen ze dan mensen uiteindelijk allemaal daar naartoe te leiden. Afgelopen januari heeft de Europese Unie het toegestaan, de Europese Commissie, om insecten te verwerken in voedingsproducten. En dat is dus niet alleen als alternatief voor vlees, dus niet alleen wormenburgers burgers en dat soort dingen, maar ook als toevoeging aan bestaande producten. Krekelmeel bijvoorbeeld. En dat zit dan in koekjes of in soepstengels en dat soort dingen. En dat heb je dus helemaal niet door. Het zit er gewoon in verwerkt. Als je het niet wil eten, kun je niet achterkomen. Want producenten zijn niet verplicht het te vermelden op de verpakking. En daarom zijn wij. Oh ja, dit is een heel interessant onderwerp. Dus we hebben een studie gedaan, en inmiddels denkt de helft van de Nederlanders denkt dat wij over 50 jaar alleen nog maar dit soort insectenburgers eten of een 3 printvlees En ik kan jullie vertellen. Wij allemaal horen bij die andere helft. Want wij hebben het gewoon zelf georganiseerd. Wij zijn een bedrijf gestart omdat wij vinden dat vlees, met name, maar gewoon überhaupt goede, gezonde producten van Nederlandse boeren beschikbaar moeten blijven. Er wordt een enorme strijd gevoerd natuurlijk tegen de boeren om ze weg te krijgen uit Nederland, om hun grond te krijgen, om daar windmolens te plaatsen, om AZC's te bouwen, huizen voor al die immigranten. Wij zetten ons politiek in hè, om de boeren te behouden. Maar we gaan verder dan dat. We gaan het gewoon zelf doen. Wij gaan nu boeren en consumenten bij elkaar brengen om een direct, drie, directe relatie tussen die twee te krijgen. Om die supermarkten tussenuit te snijden, de handelsorganisaties tussenuit te snijden. En ervoor te zorgen dat kwalitatief voedsel beschikbaar blijft voor de consument. En natuurlijk om ervoor te zorgen dat de agrarische sector in Nederland behouden kan blijven. Dat is zo ontzettend belangrijk. Helemaal een leuk filmpje. In de hele westerse wereld staan de boeren onder druk. Onze voedselvoorziening is in gevaar. En dat is ook precies wat ze willen. Want we moeten insecten gaan eten of goedkoop afvalvlees uit Oekraïne. Een groot deel van het vlees dat je kunt kopen in supermarkten komt al uit het buitenland. Terwijl de Nederlandse boeren systematisch worden weggedrukt en noodgedwongen hun bedrijven staken. Op de plek waar eerst onze trotse boeren hun geweldige producten produceerden... verrijzen nu megawindturbines en asielzoekerscentra. Dit mogen we niet langer zo laten voortduren. Wij zijn van de actie. Eerlijk eten is het netwerk van bewuste Nederlandse boeren. De beste ter wereld. Wij zorgen ervoor dat jouw eten vers van het land bij je thuis wordt bezorgd. Onbewerkt, puur natuur. Geen hormonen, geen vaccins, geen troep. Grasgevoed rundvlees. Kippetjes die buiten hebben gelopen. Iets wat vroeger heel normaal was. Samen met boeren, voedingsdeskundigen en koks maken wij een vuist. En het mooie is, doordat we alle tussenschakels ertussen uithalen... zijn we niet alleen beter, maar ook nog eens goedkoper dan de supermarkt. Word eerlijke eten. Steun de boeren. En doe jezelf en je portemonnee een groot plezier. Ik vind het heel leuk om te doen, want je leert ook zoveel. In de politiek is het vaak zo negatief. Het is allemaal... Ja... Dat hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Het, het gaat niet zo de goede kant op met het land. Maar nu, dit is gewoon zo leuk om met positieve dingen bezig te zijn. Om mensen echt blij te maken. We krijgen allemaal berichten van mensen die hun boxer hebben ontvangen. En al die dingen. We hebben namelijk, uh, voor de mensen die nog niet weten precies wat het is. We hebben een wekelijks abonnement. We hebben twee boxen, bieden we aan wekelijke abonnement met een allround box waarin je alles krijgt: groentevlees, fruit, uh, dat soort dingen, koolhydraten. Maar we hebben ook de specifieke vleesbox. Daar krijg je het allerbeste vlees wat je krijgt. Je hebt gras gevoerd, geen hormonen of andere troep, vaccins, dat soort dingen. Uh, en het komt van ons netwerk van boeren, verspreid over heel Nederland. En we zijn er ontzettend trots op. Dus uh, dit is een heel belangrijke stap. Want uiteindelijk is dit het belangrijkste wat we hebben natuurlijk. Hè? Onze voeding. Die halen, dat eten we elke dag. En we krijgen zoveel troep binnen van wat er nu beschikbaar is. Dus heel belangrijk. En dit is. Wij zijn gewoon als Vorm van Democratie. Wij geloven dat we dingen zelf moeten organiseren. We kunnen een miljoen speeches houden in de Tweede Kamer. Dat zullen we ook blijven doen. Dat is heel belangrijk, want we moeten mensen wakker maken. Maar wij geloven er ook in om het maar gewoon te gaan doen. We gaan niet veertig jaar zitten wachten tot het misschien een keer verbeterd is. We gaan het gewoon zelf organiseren. Dat maakt Forum van de Democratie zo anders dan elke andere partij. En dat is ook een van de redenen waarom ik tijdelijk uit de Tweede Kamer ben gegaan afgelopen januari. En Pepijn van verhoudingen er natuurlijk nu in zit. Omdat ik geloof dat dit ontzettend belangrijk is ons netwerk op te bouwen. Natuurlijk eerlijk eten, maar ook al die andere ondernemers van, vorm van democratie bij elkaar te brengen via onze app. Om het uit te breiden naar het buitenland. We zijn met heel veel partijen bezig in het buitenland die ook zeggen, wij willen ook zo'n app. Dus straks heb je, als je op de kaart kijkt, zijn er al een miljoen van die bolletjes. Die zitten straks door heel Europa en hopelijk zelfs door heel de wereld en dan overal waar we zijn. Wij zijn nu met 60.000 leden. Moet je je voorstellen, dat je ook... In Duitsland zoveel mensen erin hebt, dat je ook in Polen zoveel mensen erin hebt, in Frankrijk, in België, in Spanje, noem het allemaal maar op. Wij gaan gewoon ons helemaal organiseren, los van de bestaande structuren, om ons op die manier van hun, hun belangrijkste middel te onttrekken, namelijk het geld uit onze portemonnee, wat hun valse agenda in stand houdt. En dat doen we samen met jullie. We zijn jullie ontzettend dankbaar. Dus heel erg bedankt en geniet van verder. Dank jullie wel.